vanavond de laatste training. Onze selectie kennende zullen wij nog één keer alles geven vanavond om alle, nou, misschien wel emotie van de persconferentie eruit te schaatsen. En echt even alles op die ijsvloer neer te leggen. En vanaf daar gewoon door. Ja, dan is het daarna, we lopen de kleedkamer in en dan ja, moet ook gewoon de schakelaar om en dan is het klaar. Sombere gezichten in de kleedkamer van de Lions. De speler die pakt de puck op achterwaarts. De Dordtse ijshockeyers weten dat dit helaas een bijzondere training wordt. Geniet er nog van, deze training. De komende weken is er geen ijs voor jullie. Oké. Dankjewel. De Lions waren juist nog maar net begonnen aan een competitie op het hoogste niveau van Nederland. Afgelopen weekend de eerste wedstrijd gehad. We hebben het gevoel dat we er klaar voor zijn, dat we er goed in komen en een hele goede selectie hebben dit jaar. En dan is het toch wel zuur dat daar nu alweer een streep doorheen gaat. Mijn eerste gevoel was toch wel kippenvel. Het is denk ik voor het Dordtse ijshockey dat je lam wordt gelegd. Hè? Want je boegbeeld van de club, het eerste team kan niet spelen, maar ook niet eens trainen. Snap je het? Ja. Kan je de begrip voorbrengen? Ik snap het wel. Je moet. Er is geen andere keuze en gezondheid gaat voor. Wat kunt u nu als trainer? Wat gaat u doen? Dus we zitten te denken om sowieso in de sportschool actief te gaan. Eventueel een zwemtraining, fietstrainingen. Dat soort activiteiten zullen we gaan opperen. We hebben een aantal jonge spelers in de selectie tot en met 18 jaar. Die jongens die mogen sowieso door blijven trainen, heb ik gehoord. En die worden ook intern binnen andere teams neergezet. Zodat die wel kunnen blijven sporten. Wij als oudere jongens zullen een oplossing moeten gaan vinden met elkaar om toch fit te kunnen blijven. En vanaf het moment dat ze zeggen, jongens jullie mogen weer, dat we er dan klaar voor zijn. Ja.